dan Van Bommel, die zich al tevreden stelde met die kwalificatie voor de play-offs. Maar de spelers die willen hier de afstand klein. De dubbel gepakt. Dan kom je in die Champions League. En eigenlijk was je misschien nog niet klaar om op dat niveau die prestaties te leveren. Dus uiteindelijk wist je dat dat seizoen, dit seizoen iets minder ging zijn. Jansen. Ja, die dribbelt daar even vlotjes voorbij. Rasmussen wordt opgejaagd door Cameron Puertas. Maar hij kan er niet zomaar langs. Langs Vincent Jansen. Goeie dubbelpaas, Balikwisha en Wijndal. Dit is een goede aanval van Antwerpen. En dat krijgt applaus. Was hij in balbezit, de jonge Fransman. Maar dan toch nog de tussenkomst. Maar Antwerpen nu met een versnelling. 7 minuten bezig. Bataille met de dribbel. Bataille naar de buitenkant. Ejuke kapt achter het steunbeen. Bataille. Een mooie aanval. Ja, geen overtreding, zegt Van Driessen van Castromontes op Ejuke. En zo kan Union een keer gaan tegenaanvallen. Bal naar de linkerkant. Daar is Ayensa. Nielsson komt met grote passen bijgesloten. Maar Ayensa doet het zelf. Ja, kleine kwartslag draaien en dan weet je, er kan iets komen. Ja, het was een dieploopactie van Youssouf. Oh, en hier een misverstand. Waardoor Nielsson kan gaan rennen. Het is niet een snel trein, maar onderschat hem ook niet. Hij krijgt hem nog tot bij een ploegmaat. Ayensa. Gekadreerd. Dat is de eerste keer. Goeie bal van Maurice op de stropdas van Machida. Maar die geeft hem dan ook op de stropdas van Bataille. Simpel ingeleverd. Geweldige paas van Bataille. En daar is met hier deze paas. Prachtige, geweldige bal. Aanname op zich ook redelijk goed. Had hem... Anderhalve minuut. Zijn aantal gekadreerde doelpogingen in deze wedstrijd heeft verdubbeld, Bob. Dus dat is alleen maar goed. Dit is handspel van Machida. Ja, gaat meteen geel krijgen. Was het intentioneel? Ja. En hier Ejuke trekt de bal over Machida. En daar zie je dat het echt wel een bewuste actie is. Het is echt zijn hobby, hè, van Ejuke. Ja, ja, ja. Wil hem te hard trappen, had hij met iets meer gevoel moeten trappen. Oei, en Machida tegen de grond. De medische staf er meteen bij. Gele kaart voor Bataille nu. Ja, een blessing ook woedend. Oeh, Jelle Bataille. Ja. Wat doen we hiermee? Ja, dat weet ik niet. Want dat zijn er intussen dan al drie die ze moeten viseren, de Antwerp supporters. Balletje in de rug van de defensie. Daar is Nielsson. Nielsson op Buté. Het eerste moment voor Union in de tweede helft. Maar meteen een heel belangrijk moment. Dan heb ik het over het aantal clean sheets van de Fransman. Ja. Uiteindelijk eerst het duel gewonnen, hè, van Alderwereld. En dan de loopactie van Nielsson. Hier even problemen met de... Helemaal aan het begin van het seizoen zat hij nog in Amsterdam. Goed doorgekopt die bal door Eckert Ayensa. Lapoussin. Lapoussin gaat het afmaken. Nee! Hij trapt hem te zwak binnen het bereik van Jean Buté. Hij lacht zijn tanden bloot. Lapoussin maakt... Hier zien we het nog eens. Ja. He, wat je zegt, he, Ayensa, uiteindelijk doet Lapoussin alles goed. Youssouf, en nu kan Antwerp tegenprikken. Oh. Youssouf, hij had hem misschien meteen naar links moeten geven, maar de aanval loopt wel verder met Ondrejka. Castromontes, gaat hij ook op de bon of niet? Alderwereld wijst naar iemand anders. Wat is er gebeurd? Machida, moet hij een kaart krijgen? Ja, dan gaat hij eraf. Ja, gaat hij eraf, ja. Maar ja, dat voel je al een stukje aankomen, ja. Toch, bij Machida. En dan moet je maar één ding doen. En het was ook Alderwereld die zei van ja, het is de eerste fout die moet gefloten worden. Het is deze fout op Balikwisha. Op de bos was het Puertas die in extremis nog gelijk maakte. Toen zorgden ze ook voor een late opdoffer. En kijk, dat doen ze nu ook. Puertas met de assist en Nielsson kopt de bal binnen met 10 tegen 11. Maar Union staat op voorsprong en is virtueel 9 punten. Boven Anderlecht nu. En vooral... Dat wordt... Balikwisha. Ja, nog wat extra gestalte met Koulibaly en met Doumbia. Grote jongens. Minuut erbij. Lange trap. Kerk. Laat eens oorlog maken met veel volk in de 16 meter richting tweede paal. George. Wel een moment. Dat was een kans. Ik denk dat hij net de bal op het net iets te laag pakt. Hangt in de lucht. En, ja. Kijk eens, 2, 4, 5 aanvallers op een lijn. Alderwereld in kluis dus.
Goed doorgekopt door Alderweireld. En opletten, daar is de gelijkmaker. Ja, ja, ja. Antwerp maakt gelijk. En toch weer Toby. Ongelooflijk. Het is Alderweireld die zijn rol weer met verve vervult. Hij kopt de bal. De vrije trap. Oei, nee. Hij moet een ander ritueel zoeken met de bal. Kussen zal niet meer helpen. Het is afgelopen. Antwerp Union eindigt voor de derde opeenvolgende keer op een gelijkspel. Union met zijn tienen. Ja, misschien tekenen ze daar wel voor. Ze kwamen.